In de categorie geluksvogels mag ik vandaag iemand heel erg blij gaan maken. Namelijk Suzanne. Zij krijgt 1000 euro om te gaan shoppen samen met mij. Dat hebben we gekregen van Renault. Dus we gaan nu het centrum van Amsterdam in. Hoi! Hey. Kiki! Suzanne! Wij gaan vandaag geld stuk slaan, heb ik vernomen. Ja, dat klopt. Heb je tijdens de koffie na kunnen denken wat wij gaan kopen van 1000 euro? Zoveel, volgens mij krijgen we dat niet eens op, maar... Oh schat, met mij krijgen we het wel op, hoor. Ik ben benieuwd. Let's go. Ja. Nou Suus, daar gaan we. Dus jongen, we gaan je helemaal uit die comfort trekken. Ik vind het top, vind ik wel een topper. Echt een topper. Ik denk dat we die mee moeten nemen. Ja. We gaan best goed. Niet voor jezelf winkelen, niet voor jezelf winkelen. Niet voor jezelf winkelen. Ik weet niet. Ja. Maar we gaan steady. We zijn goed geslaagd. Ja, hè? Nu al. Weet je, het is ook gewoon best wel wat hoor. Het leven van een personal shopper. Dat is zwaar. Eigenlijk vind ik dat je dan zelf ook iets mag kopen. Maar ja. Zijn we hier niet vandaag? Gaat goed, Suus? Ja. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen, ik had verwacht dat we gek genoeg een soort van nog meer tassen zouden hebben. Ja, ik vind dat we het best wel bescheiden hebben gedaan eigenlijk. We moeten even bespreken wat we allemaal hebben gekocht. Ja, een hele hoop. Wij hebben deze zomerse vriendin. Ja. Wilde je eigenlijk niet? Ik zei je moet deze jurk aandoen. Maar hij stond leuk. Hij stond superleuk. Print again, dus we zeuren niet. Printjes. We zeuren niet. We hebben een strandoutfit, we hebben tassen, nog een tas, je hebt een Ray-Ban. Ja. Zonnebril die al heel lang nodig had. Ja, is superleuk. Lang verhaal kort. 1000 euro. Daar kan je best wel veel mee kopen. Ja. Schat, ik vind we hebben hem echt gerokt. Ja, geslaagd. Netjes gedaan. Ik ga je naar huis chaufferen. Helemaal goed. Met al je nieuwe spulletjes.